Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Niels TV. Ik sta met een winst van Den Bosch. It's a winning game for Heroes Den Bosch to Apollo Amsterdam. And I'm standing here with, what is your name? Jeremy Juni. And jij? Shane heb ik, ja. Congratulations with this winning game. How important was this winning game for you, for you both and for the team? Thank you. Of course, every game is important, and we're trying to take one game at a time and trying to win every game. So that's most important game right now. So great to have a W. The next game is the Nelder Suns. Hoe belangrijk is het om wedstrijden te blijven gaan winnen dit seizoen? Every game is important. So this next game up, we're going to practice hard. We're going to try and win every game. Of course. We want to win every game, but it's hard to do. But yeah, we're going to take it game by game and see what happens. Who are the hardest teams to play this season from the Dutch competition? All the teams are hard to play. You have to show up with a certain amount of energy and focus to win games. But the top four teams are always difficult to play. Have you a tactic or what else? A tactic? Let E hoop. Is that? Can you explain that? Just let Eden do his business, you know, get 20 points, 10 assists. That's how we win. That's our tactic. Valt erg goed. Ik ben ook inderdaad weer ontzettend blij om publiek bij de wedstrijden te hebben. En ja, als captain zijnde geef je dat natuurlijk ook wat extra sfeer. En ja, je kunt veel dingen met de spelers doen. Je kunt veel connecties leggen. En ik leer er zelf ook veel van, dus dat is goed en het bevalt me ook wel, ja. Wat doen de teamketten eigenlijk? Heb je een bepaalde ritueel of geef je de spelers wat mee? Ja, ik probeer ze wat mee te geven, maar ook de kleine dingetjes, zoals een beetje de lol in het team houden. Zoals bijvoorbeeld de dag voor de wedstrijd een halfcourt shooting te doen. Dat probeer ik weer een beetje gaande te houden, omdat we de afgelopen jaren gedaan hebben. En als coach iets wil of ik moet iets doorgeven aan het team, dan stel ik mij daar verantwoordelijk voor. Dus die soort dingen. Okay, en hoe is het omdat de Belgische ploeg gekomen natuurlijk vanaf januari gaat dat beginnen? Hoe kijk je daar naar uit? Ontzettend. Ja, België is een goed land, een goed basketballand. We hebben hele leuke teams. Als je denkt aan Oostende, Antwerpen, Charleroi. Ja, ik denk dat het een heel leuke tweede helft van de competitie kan gaan worden. En welke vijf Nederlandse teams daar ook aan mee gaan doen. Aan de top 5, dan moeten we gewoon klaar zijn. Want ze brengen inderdaad een echt sterke teams mee. Deze wedstrijden ook super serieus moeten nemen. Al de wedstrijden die we in Nederland spelen, 40 minuten lang. En niet dat als ze bij wijze van 20 punten voor staan, dat we dan wat rustiger aan gaan doen. Want dat helpt ons niet in het verlengde van het seizoen, zeg maar. Hoe zuur is dit verlies geweest? Ja, best wel zuur. Het is de derde op rij. We zijn begonnen met een winst tegen Den Haag. En nu hebben we er drie op rij. We hebben wel best wel de drie moeilijkste teams achter elkaar tegengekomen. Dus Groningen, wat hebben we gehad? Groningen, Leiden. Ja, Groningen, Leiden, Den Bosch zijn wel top drie teams. Dus het is wel zuur dat je verliest, maar je weet wel dat je nu met de beste ploeg hebt gemeten. Weet je ook waar je staat. Dat is waar, zeker. Den Haag Suns is volgende wedstrijd tegen Den Haag Suns. Hoe gaan jullie proberen te winnen? Ja, gewoon hetzelfde blijven doen. En Den Haag Suns is voor ons echt een must-win. Dus dat zijn echt winnende wedstrijden die we allemaal moeten winnen. En op zich, qua energie, hebben we het best wel goed opgestapt. Even wat meer agressiever naar de ring toe, agressiever schieten. Want we missen een beetje punten nog steeds. De race is soms steeds rond de 60 punten. Dus we moeten iets meer scoren. Maar ja, qua verdediging, qua energie is het op zich wel goed. Dus gewoon hetzelfde blijven doen. Er werden best wel veel fouten gefloten. Stoort je dat ook wel best wel veel niet? Klopt. Stoort dat je heel erg? Of, ik zou liegen als ik zeg dat ik me niks deed. Maar ja, op een gegeven moment, om het zo te zeggen, op een gegeven moment voel je gewoon dat er niet veel gefloten wordt. En dan moet je daar niet steeds blijven verwachten dat er gefloten wordt. Moet je gewoon doorgaan. En ja, dus op een gegeven moment speel je gewoon hard en speel jij ook wat fysieker. En dan ga je zo door, maar ja, ik ga niet zeggen dat het me niks doet. Soms is het wel vervelend als je een fout niet mee krijgt. Maar het is wat het is, gewoon doorgaan. Dus dank voor jullie tijd. En dit was Niels TV. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen of abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. En ik zie jullie de volgende keer. Later. Doei doei.
Nederland.